Het is geen geheim dat grote clubs graag met geld smijten. Zo worden er elk jaar weer records verbroken op de transfermarkt. Dit zijn de duurste jongens van 2018. Op 5 Virgil van Dijk voor 78,8 miljoen euro. 2018 is een mooi jaar voor Virgil van Dijk geweest. Hij speelt pas sinds januari bij Liverpool, maar Van Dijk is nu al een van de meest gevestigde namen in de selectie van Jurgen Klopp. Met de Nederlander toegevoegd aan het lijstje namen van de Reds doet Liverpool weer mee om het kampioenschap en haalden ze de Champions League finale. Van Dijk is samen met Joe Gomez een niet meer weg te denken duo achterin bij Liverpool. Het is een geweldige kans om te leren met Virgil naast me, vertelde Gomez dan ook. Van Dijk had al vrij snel de harten veroverd van de fans. Hij scoorde in zijn debuut de winnende tegen aartsrivaal Everton. Een mooie binnenkomer dus. Op 4, Kepa Arrizabalaga. 80 miljoen euro. Kepa is met zijn transfersom van 80 miljoen momenteel de duurste keeper ter wereld. En heeft Alisson Becker, die dat deze zomer ook voor heel eventjes was, al gauw van de troon gestoten. Lang was verwacht dat de Bas de nieuwe keeper van Real Madrid zou worden, maar Chelsea heeft aan het langste eind getrokken. Arrizabalaga is de vervanger van Courtois, die op zijn beurt is verkast naar de koninklijke. De doelman stond in 54 officiële wedstrijden onder de lat bij de Basken en hield in 15 van die duels zijn doel schoon. 3 seizoenen geleden wist niemand wie de 1,89 meter lange doelman was. Hij was verhuurd aan Real Valladolid en stond te keepen in de tweede divisie in Spanje. 3 jaar later is Kepa de gedoodverfde opvolger van De Gea in de nationale ploeg en is hij de nummer 1 van de Blues. Met zijn 24-jarige leeftijd heeft Kepa nog een lange toekomst voor zich. Op 3, Cristiano Ronaldo, 117 miljoen euro. 33 jaar en nog steeds zo fit. Cristiano Ronaldo is een uitzondering op het fysieke gebied. Er waren twijfels of de Portugees op deze leeftijd dezelfde cijfers zou kunnen doorzetten bij de oude dame. Ronaldo is niet voor niets een van de beste aanvallers aller tijden, want ook in Turijn legt hij de ballen weer in het netje. Begin juni 2018 werd duidelijk dat Ronaldo toch echt wilde vertrekken. En er werd bekend dat de transferclausule in zijn contract tot 2 keer toe verlaagd was. Van 1 miljard naar 400 miljoen en daarna naar 120 miljoen. Door die laatste wijziging werd Ronaldo ineens een reële optie voor veel Europese topclubs. Juventus bleek het meest doortastend, want zij waren gewillig om 117 miljoen euro neer te leggen voor de vedette. CR7 heeft 438 officiële duels gespeeld voor de Koninklijke en heeft daarin, hou je vast, 450 doelpunten gemaakt. Hoe lang kunnen wij nog genieten van dit fenomeen? Op 2, Philippe Coutinho, 130 miljoen. De Braziliaanse tovenaar werd al een tijdje in verband gebracht met een overstand naar Barcelona, maar hij bleef bij Liverpool. Tot januari 2018. Eindelijk had Coutinho zijn droomtransfer te pakken. En zou hij de nieuwe opvolger worden van Neymar, aangezien Ousmane Dembele de eerste helft van het seizoen geblesseerd was. De dribbelaar nam afscheid van Liverpool dat hem in januari 2013 voor zo'n 13 miljoen euro overnam van Internationale. In 201 officiële duels voor de Reds was hij 54 keer trefzeker. Bij Barcelona is hij al snel een vaste kracht geworden en samen met Messi en Suarez vormt hij een nieuw dodelijk trio. En doet hij nu al de N in de MSN al snel vergeten. En dan op 1, Kylian Mbappé, 135 miljoen. Je zou bijna vergeten dat Kylian Mbappé pas 19 jaar oud is. De jongeling zou na het WK in Rusland officieel verkast naar de Franse hoofdstad. Mbappé schittert op het toernooi, trad in de voetsporen van Pelé en werd op 19-jarige leeftijd wereldkampioen. Het talent werd door AS Monaco al een jaar verhuurd aan PSG, dat een optie tot kopen dong. Na een succesvol eerste seizoen bij PSG was het duidelijk, Kylian Mbappé moet gewoon vast in Parijs spelen. Met Edinson Cavani en Neymar vormt hij een van de dodelijkste aanvalstrio's ter wereld. Paris Saint-Germain en Mbappé verpulverden het tienertransferrecord. Nooit eerder werd een tiener voor meer dan 100 miljoen euro verkocht. Via clausules kan het bedrag zelfs oplopen tot 180 miljoen euro. Anthony Martial was voor Mbappé de duurste tiener. Hij kostte Manchester United 60 miljoen euro. Wie was de beste aankoop? Laat het weten in de comments.